vorig jaar heb ik hier 3 keer gevist en niets kunnen vangen. En dat kan ik eigenlijk niet uitstaan. Dus vandaag ga ik proberen om revanche te nemen. Ik heb mijn aasje even nat gemaakt en het is klaar voor zijn vuurdoop. Ik had natuurlijk gehoopt op een wonder, maar dat is niet gebeurd. Nou, misschien verderop. Het waait veel harder dan ik dacht en mijn aas liep niet naar mijn zin. Ik heb de vleugels iets bijgeknipt en er een zwaardere kraal aan gemonteerd. Hopelijk gaat het nu beter. Wat ik sta te doen hier. Het is echt hartstikke koud. Gevoelstemperatuur pakweg -7 of zo. Die noordenwind is moordend. En dat bij een onmogelijke sloot. Ik heb een aardige eend afgevist. Het enige wat ik gevangen heb is wind. En vooral koude wind. Nou, ter wille van het experiment ga ik op de terugweg nog even een aantal keren ingooien met groen-wit. Ik doe dit wel met gemengde gevoelens. En later op de middag ga ik ook zeker door met zwart in deze chocomelsloot. Ik ben inmiddels op een ander deel van de chocomelsloot en ik ga verder met zwart. Maar een klein visje, maar ik ben toch wel heel blij dat ik me op dit aas heb gevangen. Dankjewel. En mag terug. Hier ben ik heel blij mee. Bewijst dat er snoek zit in de chocomelsloot. Al is het er maar eentje. Nou, ik was al van plan te stoppen, maar ik ga toch maar even door. Nou, nummer 2 aan mijn zwarte aasje. Dit is een hele mooie vis. Hij liet zich wat moeilijk scheppen. Oh, deze vis is zo dwars. Er is echt geen land mee te bezeilen. En die moet maar heel snel terug. Ga maar. Twee snoeken achter elkaar. Op zwart aas. In bruin water. Ja, het bewijst natuurlijk helemaal niks. Maar ik ben er wel blij mee. Het laatste half uurtje ga ik met iets nieuws vissen. Het enige wat ik er op dit moment over kwijt wil, is dat het zwart is. De rest moet nog even een verrassing blijven. Ik hoop dat ik er iets op vang. Ik heb nog een kwartiertje doorgevist en toen was ik er echt klaar mee. Het is gewoon nog veel te koud voor die kunstaarsvisserij. Nou, het resultaat voor vanmiddag, 2 snoeken. Dat is natuurlijk geen wereldrecord in 4 uur vissen. Maar ik ben er toch heel blij mee, gezien de omstandigheden. En natuurlijk omdat er een 80er bij zit. Oké, tot de volgende keer. Hier heb je weer zo'n watertje uit de categorie te mooi om waar te zijn. Het water is behoorlijk troebel. Niet zo bruin als de chocoladesloot. Maar ik heb hier nog nooit iets kunnen vangen. Nou, wat gebeurt er net? Ik ben hier 5 minuten en ik heb een misser op zwart aas.
uurtje doorgevist. En wat gebeurt er? Helemaal niks meer. Dat was het dan voor vandaag, denk ik. Nou, ik loop naar de auto, gooi er een paar keer in onderweg. Misschien dat ik die misser nog kan pakken. Maar ik vrees dat, dat dit het wel was voor vandaag, want ik heb niet meer tijd. Vanmiddag beginnen we op een poldersloot waar ik al veel gevangen heb met groenwit en rozewit. Vandaag ga ik iets anders doen. Ik ga het hiermee proberen. Als er nog tijd over is, gaan we naar dieper water. En daar wil ik deze uit gaan proberen. Mijn variatie op shads. Ernst in actie, komt een dagje vissen en dit was zijn eerste worm. Straks even kijken waar hij mee vist. Ernst heeft net een misser, gooit nog een keer in op dezelfde plek en haakt een brasem. Ja, dat moet toeval zijn. Twee keer dezelfde brasem, daar geloof ik niet in. Of er bivakkeert hier een heel groepje, dat kan natuurlijk ook. Best een knappe vis. Het is niet precies waar we op uit zijn. Nee. Maar vis is vis. Het is een fraaie brasem. En dat op een shed. Ja. Nou, hij is toch wel dik in de 50, denk ik. Denk het ook. Nou, zet hem maar terug. Daar gaat hij. We zijn ruim een uur bezig in de polder. En het is helemaal niks. En het verbaast me ook niet echt, want het is volkomen windstil. Nou, we kijken het nog even aan en dan gaan we wat dieper water opzoeken. Nou, dan komt er toch nog de eerste. Nou, ik ben blij dat het toch nog gelukt is, Ernst. Ja, ik ook. Ik wisselde van groen naar oranje. En nou, het klopt niet helemaal met het kleurenplan. Maar hij werd toch gepakt. Nou, dat is prachtig. Ja, toch? Ernst? Ja. Vertel Ernst, waar vis je mee vandaag? Nou, vandaag vis ik met een Fairplay 24 grams grafiet plughengel. En ik heb er een moletje onder gehangen met 1600ste Dyneema erop. Omdat we ook straks wat verder op afstand gaan vissen. En ja, een dunne lijn werpt nu eenmaal wat verder. Is dit waar je hem op gevangen hebt, Ernst? Ja, het is een oranje Lunker City swimfish van 12,5 centimeter. En niet op een jigkop, maar een soort beugeltje. En daar kan ik dan 3 gram lood aan hangen. En dan kan ik op 10 centimeter water dus noods vissen, als het nodig is.
Lukt het ergens? Staat hartstikke goed. Oké. Okay. Gefeliciteerd Bas. Nou. Weer een mooie snoek. Ik ga hem terugzetten. Gelijk heb je. Het is taai vandaag. Ernst heeft er vanochtend een gevangen op een oranje shed. Daarna heb ik er een gemist op een zwart aasje. En nu een uurtje geleden heb ik nog iets gevangen op een shed ook weer. Een bruine shed. Het is het eind van de middag, het wordt wat donkerder. Ik ga toch nog weer terugschakelen op zwart. Nou Ernst, de laatste kans. Het grootste voordeel van die shits, weet je dat? Eén haakje, makkelijk eruit. En je hoeft je vis niet onnodig lastig te vallen. Het zijn allemaal een beetje dezelfde maat die ik dit jaar vang. Althans heel veel van dit soort. Dat is al vanaf januari aan de gang. Ik heb geen idee waar dat nou komt. Maar heel af en toe komt er iets groots doorheen. Nou, dat kan misschien nog komen, want paaitijd komt eraan straks. Dan ben ik toch van plan om een bakken te gaan vangen op kunsthaas. Ik ga hem terugzetten, Ernst. Mooi koppie. Het zijn mooie visjes hier trouwens. Vind je niet? Heel mooi. Ze zien er echt goed uit, heel gezond. Ja, ik ga hem terugzetten, Ernst.